Nou, hopelijk heeft alles gesmaakt tot zover. Dan gaan we nu verder met het hoofdgerecht. Pakken we uit de pan met water. Pakken we het vacuümzakje met vlees en jus. Deze snijden we open. En doen we in een ander pannetje. En deze gaan we even lekker aan de kook brengen, zodat mooi die jus om het vlees komt te zitten. Dan kunnen we de rest ook uit de pan gaan halen. Uit het zakje opensnijden natuurlijk. En dan gaan we het op bord leggen. Ja, er zit altijd een crème bij, een zetmeel of een polenta. En dan kunnen we zo'n garnituurtje te mooi op verdelen. Nou, dus juist mooi om het vlees gaan zitten. Kunnen we de crunch erbij pakken. Die strooien we eroverheen. Beetje groen. Strooien we eroverheen. Dan mooi met de lepel eronder. Dan leggen we deze op het bord. Is het hoofdgerecht klaar? Ik zou zeggen, lekker snel gaan eten voordat hij afkoelt. Geniet ervan!